Okay. Let's go, let's go, let's go! Gym challenge, here I come! We gaan auditie doen! The Voice of Opal! Yo, Nintendo fans! In de vorige Baby Pokémon Only Challenge hebben we de vierde badge gepakt. Vandaag gaan we voor de vijfde. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren! En dan gaat hier straks iets keihard ontploffen, want Jempertje komt er even aan met Sonja. En dan gaat daarna alles fout. Zie je? Ik zei het toch? Die gekke is weer bezig. Hallo, je gaat die muur even slopen, ouwe gek. Die heeft de koppen Raja gepakt van Chairman Rose. Hou je eens even in, vriend. Doe eens even niet. Kom dan, jongen. Met je Duotion. Hou eens even op, joh. Ga eens even lekker weg. Ik doe even paybackie. Lekker Darktide movies erbovenop gooien. Nou, hij gaat voor Psyshock. Ja, BD begint het ook beter te snappen. Potverdorie. Sloot gewoon even in één keer met de Yolu. Die komt met Munchlax, hè? Ik weet dat jij sneller bent. Oh, je gaat... Oké, nu ga je defense dingen doen. Oké. BD begint het een beetje te leren hoe deze game moet. Maar toch is de Duotion weg. Door Munchlaxie. En dan gaat Elikid naar 38. Nou, je kan er wel met de Yolu lopen. Maar dan moet je eerst nog maar eens even lekker proberen bij mijn Munchlax. Loop je lekker te zweven, Hatrum. Ziet er wel grappig uit. Hij staat op zijn achterpoot of zo. En daarvoor slingert hij een beetje... Blip, blip. Ja, Riolu die payback kent is toch niet echt ideaal, hè? Ik bedoel, want hij wordt natuurlijk ook 9 van de 10 keer gewoon gecounterd. Dus ja, doe je even lekker potion op je Hatrum. Ja, ik denk dat ik je Hatrum toch gewoon ga slopen. Oh, of net niet. Oké. Ja, lekker man. Munchlax is wel een tank, man. Ik ben echt blij dat Munchlax in mijn team zit. Dat is echt wel... Die helpt me vaak uit de brand, hoor. Dan nu Gotorita. Is niet echt een hele mooie Pokémon, hè, Gotorita. Lekker huilen een beetje. Beetje janken. Lekker. Daarmee is mijn special defense wel behoorlijk naar beneden gegaan. Dat is wel een beetje balen, hè. Ik denk dat ik nog één keer nu Munchlax kan gaan gebruiken. Oh, je gaat nog een keer fake tears doen. Nou, ik ga hier nou wel even wisselen, denk ik. Want één keer nu een special attack op Munchlax. En Munchlax is ook weg. Maar ja... Gotorita is in ieder geval ook weg. Doei doei. Jeetje, Magby is al bijna level 40, jongen. En weet je wat, Magby? Dan mag jij dit even gaan fixen, joh. Dan mag jij tegen die Ponyta. I have to win this for the chairman, zegt hij. Hij wil dit winnen voor Chairman Rose. Dude, je bent alleen maar stom aan het doen voor Chairman Rose. Hij gaat jou straks ontslaan. Jij moet straks wegwezen nadat ik jou heb gelavaplumpt. Wat een ziek idee. Dat is niet in één keer kapot. Gaat die agility doen. Oh, wat een nerd. In het begin dacht ik van oké. Toen jij mij Riolu sloopt, dan dacht ik wel van oké, dit is serieus. Dit wordt serieus gevechtje. Ja, maar nu, dit lijkt toch nergens meer op, joh. Dit lijkt nergens meer op, BD. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar je moet nog veel leren van Opal. Je moet even goed bij hem in de leer. Mantyke en Munchlax nog een level omhoog. Munchlax wil Amnesia leren. Nee, gaan we niet doen. En dag, BD. Doei, dag, doei. Ja hoor, daar komen ze aan. En de Chairman Rose zegt, ga weg van mij. Die muur lijkt nu nog mooi. Maar dan stort hij toch gewoon in elkaar. Potverdorie, BD. Wat heb je nou gedaan, jongen? Er staat wel een mooi beeldje achter. En dan gaan we nu naar Ballonlea. De mooiste plek in deze game, naar mijn mening. Kijk dan, dit ziet er toch zo vet uit, jongens. En het is tijd voor Bidoo om te gaan shinen. Jij moet even je Venoshockey gaan gebruiken hier. Hallo, Milkery. Is Milkery Fairy type? Nou, dat zal wel dan. Dat kunnen we zo checken. Aangezien ik nu Venoshockey ga doen. 1, 2, 3. Wat een ziek idee. Oh. Lekker Bidoo. Nu is jouw tijd gekomen. Dit is jouw plekkie. Dit wordt jouw Jimpy. Een Sinistry. Maar die is... Is die fairy? Die is ook ghost, toch? Dit zal geen super effective worden, denk ik. Hey joh. Doe eens geen sucker punch, man. Hou eens even op, man. Kijk, ja, dit dacht ik al. Weet je wat? We gaan naar Absorb. Even die HP jatten. Nou, Sinistry ging eens moeilijker. Maar ook Sinistry mag gewoon lekker wegwezen. Oh, nog een Pokémon. Chinotic. Oké, let's go, let's go. Als je deze kan verslaan, jongen. Dan ben je echt lekker bezig. Hoppakee. Ja, volgens mij is het 4 keer super effective. Dus dat wil wel. Lekker zeg. Ik ben wel echt blij dat we die Venoshock hebben gevonden, man. Zo, even deze oppakken. Bag of Bright Power. I mean powder. Dat is wat anders. Hier ligt nog een pokeballetje. Big Root. It boosts the amount of HP the holder restores from HP stealing moves. Kan interessant zijn voor Absorb. Maar ja, dan haal ik wel de Miracle Seed even weg. Maar, nou, maar dit zou wel eens best wel eens kunnen werken, denk ik. Laten we deze duo battle eens even doen. Tegen Robert en Jacquelientje. Tegen Curlia en Ninetales. Laten we eerst even voor die Ninetales gaan dan. Elikid is gewoon de snelste van deze allemaal. Heel top.
Oh, Ninetales doet Incinerate. Oh nee, daar gaat Bidoo. Oh, Bidoo overleeft het gewoon. Oh, dat is sick. Sick. Dan doet Bidoo even Venoshockey. Ja, ik had misschien toch gewoon lekker Absorb moeten doen. Ja, Psybeam op Elekid. Oké, Elekid, pak hem. Maak hem kapot. Yes, lekker. Dat gaat wel wat XP'tjes opleveren, denk ik. Ja, lekker. Elekid gaat ook naar 39 al. Dan doe ik nu Venoshock op Curlia. En ik ga nooit meer zeggen dat Bidoo slecht is. Dit is insane. Dit is zo vet. Bidoo is gewoon de beste Pokémon ooit, jongen. Geen twijfel meer over mogelijk. Wat vind ik hier? TM24. Snor is misschien wel wat voor Munchlax. Alleen, die is zo langzaam. Ik laat toch nooit iemand flinchen, denk ik. Twee Hyper Potions erbij. Gaan we even hier langs. Hallo, mevrouw. Hallo. Ja, dat volgens mij Indeedee's allemaal, toch? Ja hoor, Indeedee. Inderdaad. Nou, dan zal dat ook wel Fiery Fairy type zijn, denk ik. Die doet lekker Psybeam er bovenop. 4 HP over. Oef. Heftig. Magby, wil je even komen helpen? Ik heb even je assistentie nodig. Doem, 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 doem. Wil Magby alsjeblieft naar Team Rickachu uit de Pokéball komen? Dank u wel. Oké, hij overleeft in ieder geval eerste klappie. Ben ik dan ook sneller? Ja, lekker. Lavaplume, is dat dan genoeg? Oeh, die Indeedee's die zijn pittig, man. Eerlijk is eerlijk. Die zijn een partijtje pittig. Maar het gaat sowieso goed komen. Wat ziek idee. Maar volgens mij heeft ze er nog één. Als ik dat goed heb onthouden. Oeh, Magby wil flamethrower leren. Dat is nog beter dan Lavaplume. Dus let's go. In plaats van Lavaplume. Je mag hem gelijk gaan proberen, jongen. Je flamethrower. Let's go. Rawr! Het ziet er wel minder impressive uit, jongen. Dan die Lavaplume. Moet ik eerlijk toegeven. Maar goed. Maakt niet uit. Hij is sterker. Ook al ziet het er minder cool uit. Hier, dat is gewoon een klein vlammetje wat die richting Indeedee gooit. En eerst was het echt een of andere gigantische magma-explosie of zo. Anyway, Judy is ook weer kapot. En volgens mij was dit de laatste persoon, laatste trainer hier in het bossie. Nee, je mag niet evalueren, Bidoo. Dat is deze challenge, jongen. Hou nou eens op. Oh, snap! Ik heb niet geheeld. En ik moet nu tegen Morgrem. Zou het werken als ik gewoon super potions ga geven? Of moet ik even wisselen? Morgrem gaat voor Dark Pulse. Doet wel pijn, maar als ik nog een potion geef, dan kan ik denk ik wel wat doen. Freaky Pokémon is dat, jongen, echt. Oké, hij deed Sucker Punch en die heeft mij lekker niet geraakt, dus dat is helemaal lekker. Nu gaat hij me wel raken met Sucker Punch. Maar mijn Poison Point, die doet ook eindelijk een keer wat. Dat heb ik volgens mij nog geen één keer meegemaakt in deze challenge, maar dat maakt niet uit. Venoshock eroverheen. En klaar met Morgrem, lekker. Doei! En Mantyke en Munchlax gaan weer omhoog. Mantyke wil trouwens nog steeds niet evolueren. Maar dat doe je dan waarschijnlijk door een item te geven of zo, denk ik. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Oké, nog even dat laatste itempje oppakken. Uter. Ik denk niet dat iemand die kan leren. Nee, heb ik helaas niks aan. Eigenlijk zijn we nu pas op de mooiste plek in een Pokémon game ooit. Ballon Town is het. Oh, I love it. En daar is de gym van Opal. Dan ligt hier nog Rest. Die zou ik natuurlijk aan Munchlax kunnen leren. Maar ja, ik weet niet, man. Ik ben niet zo van Rest. Wel chill in combinatie met Snor, dat wel. Laat me gewoon even kijken anders. Kijk, je zou bijvoorbeeld Body Slam en Defense Curl weg kunnen halen. Dan zou je het kunnen proberen. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon proberen. Munchlax, let's go. Ik gebruik toch bijna alleen maar Bite en Retaliate. Gaan we even een slaapkopje maken van die Munchlax. Snor, yes. Letterlijk iedereen kan dit trouwens. Iedereen kan Rest en Snor leren. Ik zou het zelfs aan Bidoo kunnen leren. Dus even kijken bij Bidoo. Ja, Growth en Stunspoor gebruik ik gewoon sowieso nooit. Dus weet je, waarom ook niet? Bidoo leert toch bijna geen aanvallen meer. Dus het zou een soort van laatste redmiddel kunnen zijn misschien. Gewoon 3 TM's nu geleerd aan Bidoo. En Absorb heeft hij nog steeds. We gaan hier de gym in. Let's go. En ik ben oprecht heel benieuwd naar Bidoo. Hey Marnie, what up? Marnie heeft ook al lekker 5 badges, joh. Dankjewel voor je League Card. En jij, dankjewel voor je Love Ball. Oké. Let's go, let's go, let's go. Gym Challenge, here I come. We gaan auditie doen. The Voice of Opal. Daar ben ik. Mijn naam is Rickachu. En ik doe de Bidoo song. Bidoo, Bidoo. Bidoo, Bidoo. Bidoo, 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 Bidoo. Bidoo, 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 Bidoo. Oké, met z'n allen in de comments. Oké, ik stop. Woeloo vindt het niet mooi. Venoshock, let's go. Doe het op Spritzy.
Jammer, Spritzy is niet in één keer kapot. Spritzy doet Sweet Kiss. En wat doet dat? Dat maakt mij verliefd toch of zo? Oh, dat maakt mij confused. Niet leuk. Question. Wat is Fairy Types weakness? Dat is dit allebei. Poison en Steel. Dus allebei goed. Ja, ja, ja. Mijn special attack en mijn attack gaat omhoog. Maar ja, dat is lekker. Want ik ben confused. Dat is helemaal niet lekker. Ik hoop wel dat ik Spritzy nu raak, jongens. Ja, lekker. Toppie. Ik ga denk ik ooit een keer een Spotify hit maken van de Bedouw-song. Klinkt goed, toch? Elekid wil Thunderbolt leren. En dat wil ik natuurlijk ook. Want Thunderbolt is supergoed. Nog net iets beter dan Discharge. Dus let's go. Ja, en Elekid en Magby leren gewoon aanvallen op hetzelfde niveau. En ook gewoon zelf de sterkste aanvallen. Ja, nu moet ik tegen Slurpuff. En dan wissel ik even naar Elekidje. Het is toch een beetje balen dat Bidoo gewoon niet... Ja, dat hij confused is. Dat is jammer. Maar dit is wel Bidoo's moment, hoor. Bidoo gaat wel echt keihard. Dus even kijken of de Thunderbolt van Elekid ook keihard gaat. Kijk hem gaan, hoor. Die doet dus evenveel damage als Venoshock. Tenminste wel een critical hit. En ja, hoor. Hij gaat weer lopen janken, die Slurpuff. Beetje jammer wel. Beetje staan huilen hier zo. Ik bedoel, ik heb net gewoon een liedje gezongen. Ga je nou zitten huilen om mijn zwangtalent? Dat is een beetje jammer wel. Maar de eerste trainster is Kapoetski. En Bidoo kan zonder damage beginnen aan de tweede battle. Swirlix. Dit kan jij, Bidoo. Je hebt je net ook al bewezen. Ik vind het zo grappig dat ik gewoon elke keer sneller ben. Lekker. Hoppakee. In één keer. Ha! Heel sick. Magby is al 41 nu. Aromatize. Ja. Aromatize zou wel wat lastiger worden misschien. Question. Wat was de vorige trainers naam? Annette? Ja. Oh, ik heb echt niet opgelet. Maar ik dacht dat ik het nog wist. Daarmee gaat mijn snelheid nog omhoog. Dat kan ik misschien wel gebruiken tegen Aromatize. Kijk, ik ben sowieso toch weer sneller. De Venoshock doet net niet de helft damage. Dat is jammer. Dan ga ik even absorben. Want ik red het toch net niet met twee Venoshocks. Dan kan ik net zo goed nu even een klein beetje HP terugpakken, denk ik. Al is het maar een klein beetje. Ja, dat is jammer. Ze doet Draining Kiss. Dat doet ook niet heel veel damage. Maar dan ga ik het toch weer net niet redden met Venoshock nu. Nou, oké. Als je het zo wil spelen, dan ga ik gewoon voor Venoshock. Let's go. Wat een ziek idee. Ja, en dat lukt dan net niet. Oeh, Psychic is niet leuk. Is niet leuk. Is niet leuk. Is niet leuk. Woe. Venoshock is wel leuk. Lekker. En Aromatize is ook down. Ah, Bidoo is een basie. Bidoo is dikke basie. Gaat nu ook weer naar level 40. Rioli naar 39. Oh, en Teresa is verslagen, hoor. En dan nu de laatste trainster. Ja, hoor. Theodora. Komt met Morgrem. En dan hoop ik gewoon dat ik sneller ben. Kom op, Bidoo. Ik heb nog steeds vertrouwen in je. Nee, Morgrem doet fake out. Maar, oké. Het zou kunnen dat ik alsnog sneller ben. Wat eet zij als ontbijt? Curry? Oh, shit. Oh, shit. Oh, nee. Mijn defense en alles naar beneden. Ik moet deze morgen... Ja, ik kan nu ook voor rest gaan, hè? Kijk, we kunnen nu even gaan testen. Nee! Oh, Flatter. Daarmee maak je mij niet kapot, hè? Of je confused mij nu, hè? Ja, dat is jammer. Maar ik wil gewoon uitrusten. Nee! Nee! Ik wil gewoon gaan slapen. Waarom ga je jezelf slaan als je wil slapen? Wat is dit voor onzin? Magby, wil je alsjeblieft kaart even afrekenen met deze Morgrem? Hij doet stoer. Doe even je flamethrower alsjeblieft. Oh, ik had ook nog Clear Smog die je kan gebruiken. Oké. Goed om te weten. Het is een beetje stoer lopen doen, jong. Oh, oké. Hij gaat heel stoer lopen doen. Ik heb hem wel geburnt. Maar ik heb dus ook nog Clear Smog. En dat is gewoon lekker super effective. Dus dat is helemaal top. Doei, Morgrem. Mazzel. Gardevoir. Nee, ja, die is sowieso ook voor de Magby. Let's go, Magby. Flamethrower de kaart bovenop. Ik ben gewoon... Magby is gewoon sneller dan Gardevoir. Hoe dan? Ja, ik weet dat ik een paar levels hoger ben, maar toch. Huh? Mystical Fire. Oké. Prima. Waarom doe je een vuuraanval tegen mijn vuur-Pokémon? Waarom ben je zo raar? Weet je, ik doe wel Clear Smog. Eens even kijken wat dat doet. Het is maar 50 damage counter ding. Dat is niet... Ja, dat is... Ja. Nou, oké. Hebben we niet zo heel veel aan. Kom maar, jongen. Flamethrowertje bovenop. Dan is Gardevoir ook weer weg. Of niet? Want nee, oké. Ja, Gardevoir zit zichzelf te beschermen. En dan duurt het gewoon een beurtje langer. Helemaal prima. Maar dan is het nu klaar met jou. Doei, Gardevoir! Gardevoir. Wel een mooie naam. Wel vet Pokémon. Maar ja, ik ga gewoon iedereen verslaan. Want we moeten gewoon door. Doei, Theodora. Mazzel. Daag, ga maar weer lekker backstage. Doei.
Oh, Paul, wat vond je ervan? Ja, was het goed genoeg? Mag ik doorlopen? Toppie. Even Bidoo reviven. En super potions geven aan Bidoo. En aan Magby. Maar deze video duurt alweer best wel lang. Dus ik ga Opal in de volgende video verslaan. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. En als je gewoon van Nintendo video's houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Dan zie ik je bij de volgende. Mazzel.